dames en heren. U kijkt naar de sport van TV West. Het is zaterdag 20 december en we hebben vandaag weer twee wedstrijden voor u. Rijnsburgse Boys in eigen huis tegen HHC Hardenberg. En een clash tussen twee vissersdorpen, Scheveningen, IJsselmeervogels. Een inhaalprogramma dus vandaag. De twee allerlaatste wedstrijden van het jaar 2014. Laten we eens beginnen met Rijnsburgse Boys. Tot nu toe verloopt dit seizoen nog niet helemaal vlekkeloos, maar bij Rijnsburgse Boys zijn ze al volop bezig met volgend seizoen. Eerder werd bekend dat trainer Niek Oosterlee nog een jaar langer blijft bij de Uien, maar ook de contracten van een aantal spelers werden onlangs verlengd. Ja, het is de tijd, hè? Vlak voor, in of vlak na de winterstop, tijd om contracten te verlengen. En je zegt dat goed, inderdaad, Oosterlee, de trainer, heeft verlengd bij Rijnsburgse Boys, maar ook doelman Richard van Nieuwkoop. Tol, de verdediger, die overkwam van Volendam vorig jaar. Ook hij volgend jaar bij Rijnsburgse Boys. Net als Jeroen Hessing, de verdediger, ook volgend jaar zijn contract verlengd voor volgend jaar. Dus speelt hij ook dan bij de Uien. Laatste wedstrijd voor de winterstop voor Rijnsburgse Boys. Dat is een inhaalduel vandaag thuis tegen HHC Hardenberg. In de wetenschap dat de rijen gesloten zijn. De trainer blijft, Rijnsburgse Boys, op jacht naar een goed resultaat. Ja, en dan de wedstrijd Rijnsburgse Boys dus tegen HHC Hardenberg. Bij de Rijnsburgers gaat het nog een beetje moeizaam tot nu toe dit seizoen. Een zesde plaats. HHC Hardenberg is de nummer 7. Bij winst zou Rijnsburgse Boys weer aansluiting kunnen vinden bij de top 3. Mochten ze verliezen, dan walst HHC Hardenberg over Rijnsburgse Boys heen. Een wedstrijd kortom, waarin de belangen duidelijk zijn. Willem van Zuilen doet verslag. Het is winderig op de Rijnsburgse Middelmos. Aanval van de ploeg uit Hardenberg. Gaat voor de goal van Nieuwkoop langs. Weer HHC. Langjouw en van Nieuwkoop. Goed gekiept van die doelverdediger. Die dus het contract heeft verlengd bij de Uien. De corner dan. Oh. Nou. Werkman heel dichtbij een treffer. Werkman. Het loopt goed af voor Rijnsburgse Boys. Mark van der Boogaard. Wijks. Van Ewijk staat vrij. Wijks zelf. Aardige poging van deze Marvin Wijks. Het blijft 0-0 op de Middelmos. Diepe bal. Langjouw! Wat een mooi doelpunt, zeg. Willem Langjouw. In één keer op de pantoffel. En wordt het 1-0 voor HHC Hardenberg op de Rijnsburgse Middelmos. Heinie Vrolijk, kan me er iets bij voorstellen. En Langjouw maakt de furore als doelpunt te maken bij Gene Muiden. Nu dus bij Hardenberg. Goed paasje, Ignacio! En Sander Danes, met een goede redding. Van Ewijk met de corner. Breienburg bijna. Maar daar heb je niet al te veel aan. Ali met de paas levert in bij de tegenstander. De lange bal, dit is buitenspel. Dit is buitenspel. Het mag door. Het mag door. En dan gaat de bal naast en dan zegt de scheidsrechter, corner. Tol zegt, dit was toch buitenspel? De corner dan. Hij fluit. Overtreding, vrije trap Rijnsburg. Geel voor Hessing. En dan een strafschop. Een strafschop voor Hardenberg. Wat is daar dan gebeurd? Dit is de corner. Dan is daar een duel. Ja, ik zie niets. Maar goed, scheidsrechter staat er bovenop. Penalty voor Hardenberg dan. Hielke Penterman. Penterman raak. En dan is het gewoon 2-0. Voor de ploeg uit het oosten van Nederland. Tweede helft. Je verwacht een offensief van Rijnsburgse Boys. Dan op jachtboer naar een aansluitingstreffer. Van Nieuwkoop. Goed gekiept. Het initiatief dus bij Hardenberg. Daar waar Rijnsburg de goal nodig heeft. De ploeg van Oosterlee kan geen vuist maken. Oh, wat een goal zeg. Hielke Penterman. In de loop. Hij loopt hem erin. Kijk, dit is het paasje.
En eigenlijk moet je dan gewoon doorlopen en die bal aanraken en dat doet hij. Stuit erin, lastig voor de keeper. Goeie goal hoor. 3-0 voor Hardenberg. Rijnsburg op de pijnbank. De ploeg heeft het moeilijk. Sardar de invaller. Wat heeft hij nu weer gezien? Rood. Hij is gek. Ben ik geneigd te zeggen voor hem. Wat gebeurt er dan? Kijk, hij is gewoon eerder bij de bal. En hij wil die bal controleren. Dit is nog niet eens geel. Man, wat een vergissing. Van de scheidsrechter. Rijnsburg dus verder met 10. Oh, 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 oh. Troost en Hessing in de fout. Zo moet je het zeggen. En Van Hezel straft het af. Kijk, Troost wil het oplossen. Speelt Hessing lastig aan. Die doet het ook niet goed. En dan is Van Hezel weg. Op weg naar Van Nieuwkoop. Op weg naar de verre hoek. Op weg naar de vierde treffer. De ploeg speelde met name in de tweede helft, vond ik, erg slecht. Heb je daar een verklaring voor? En ben je het er mee eens? Nou, daar ben ik het mee eens. Maar goed, we staan 2-0 achter. Vlak voor rust krijgen we een strafschop tegen. En ja, dan moeten we tegen de wind in. En ja, we kunnen de druk niet geven. Zij geven vaak de lange bal. Dus we komen eigenlijk ook nooit in ons spel. Als we zelf een spelervatting hadden, dan kwamen we vaak niet verder dan onze eigen helft. En dan was het vaak ook nog een rare bal die dwarrelde. Dus ja, je kwam niet echt in het spel. Dus ja, dat vind ik wel te begrijpen dat moeilijk voetbal is. Wat kan je daar als trainer vanaf de kant aan doen? Nou, weinig denk ik. We hebben geprobeerd om op een gegeven moment met 4 mensen op middenveld te gaan spelen. Om wat meer druk op het middenveld te krijgen. En wat meer de tweede bal te winnen. Maar ja, dat lukte ook niet. En we zaten vandaag gewoon compleet vast. Volgens mij waren er sommigen bij ons al op kerstreces. Want wat wordt de doelstelling nou voor de tweede seizoenshelft? Proberen zoveel mogelijk punten te halen, net zoals vorig jaar. We gaan met 3 punten meer de winterstop in. En we gaan kijken of we het daarin kunnen verbeteren. Ben je daarin ook al bezig met het seizoen 2015-2016, met het oog op het plaatsen voor de tweede divisie? Daar zijn we wel mee bezig, ja. Dus vandaar. Vandaar het bijtekenen van Nieuwkoop, Tol en Hessing? Ja, ook. Dus daar zijn we wel mee bezig, maar iedereen is daar mee bezig. Dus je ziet overal dat mensen bijtekenen. Dan gaan we verder met de volgende wedstrijd. Scheveningen tegen IJsselmeervogels. IJsselmeervogels, eigenlijk een beetje een grootmacht in verval. Want ze doen het niet best. Ze staan op de 10e plaats. Scheveningen doet het naar behoren met een 8e plaats. Het verschil op de ranglijst is 2 puntjes. Dus ook bij deze wedstrijd geldt, de belangen zijn duidelijk. Hier zijn de beelden. Het is sfeervol op Sportpark Houtrust. De meegereisde supporters van IJsselmeervogels hebben het vuurwerk aangestoken. En dat zijn altijd mooie plaatjes. De Vogels natuurlijk op zoek naar eerherstel. 4 nederlagen op rij. En de laatste overwinning dateert alweer van 1 november. Toen werd de uitwedstrijd tegen Ajax gewonnen. Aldogan. Op Hunting. Slippertje achterin. Hunting kan profiteren. Dit moet hem zijn, de 1-0. Van Emmerik brengt redding. Oh, wat een geklooi daar van Mike van der Laar. Het is druk in de defensie daar bij IJsselmeervogels. Aldogan is handig. Maar kan hij ook het gaatje vinden? Dit is prima. En dat is een hensbal van Nick Kuipers. Scheidsrechter Bekerbrede. Ja, die staat er toch redelijk dichtbij, maar die ziet het niet. En heeft geen oog voor het appel van Scheveningen. Geen penalty dus en dus ook geen scoren. De kopbal van Benny van Noord, net over. Van Noord die plannen heeft om te gaan verhuizen naar Den Haag. En denkt in de winterstop na over zijn voetbaltoekomst. Aldogan. Dit is handig. Aldogan op Goeman. Goeman, tuurlijk. Daar is de 1-0. 29 minuten gespeeld. En Wesley Goeman brengt Scheveningen op voorsprong. Wat handig gedaan van Mehmet Aldogan. Door de benen bij Kuipers. En Goeman maakt het meedogenloos af. 1-0 voor de ploeg van John Blok.
De ploeg die volgend seizoen ook kan rekenen op Michael Ros, op Rezo Di Hartje, op El Moussaï. Peters en Zwiebe, ze hebben allemaal bijgetekend. Slippertje achterin. Jasmin Ramić. Heeft geen medestanders. En dan doet hij het zelf. En dat doet hij heel knap. Dan heeft Scheveningen een minuutje of 5 kunnen genieten van die voorsprong. Als Ramić hier de ploeg op gelijke hoogte brengt. Ramić, hij kijkt. Is er hulp? Dat is er niet. Dan maar zelf. Boks op het verkeerde been. En de stand is gelijk. Tweede helft. Bosgaard. Vanaf het middenveld. Met een rush. Heeft hij ook een schot? Ja, dat schot heeft hij. Maar waait langs de goal van Boks. IJsselmeervogels wordt beter. Kubekovic. Hij viel al vroeg in de eerste helft in voor Nick Kuipers. Het appel is er voor Hens. Ros krijgt de bal tegen de handen. Ja, en nu ziet de scheids het wel. Van opzet geen sprake, zo lijkt me. Maar het wordt wel bestraft met een penalty. En daar is de voorsprong voor IJsselmeervogels. Mike van der Laar. Na 2 minuten in de tweede helft. En een belangrijke rol voor scheidsrechter Bekenbrede. In de eerste helft ziet hij een loepzuivere hensbal niet. In de tweede helft ziet hij hem wel. Scheveningen moet oppassen. Kubekovic. Dat polletje is net genoeg om niet tot een schot te komen. Vanuit de tweede lijn dan. En de redding op de doellijn van Pronk. Ze worden steeds gevaarlijker. De Harder gaat liggen. En Korendijk krijgt een rode kaart. Dat is zwaar bestraft. Penalty en een rode kaart. Na deze overtreding. Ja, er is zeker contact. Er wordt even aan het armpje getrokken. Maar of dit rood is? Mike van der Laar heeft er in ieder geval geen boodschap aan. Hij maakt zijn tweede penalty. En is het opeens 3-1 voor IJsselmeervogels en ziet Boks de bui al hangen. Dit wordt een hele zware middag voor Scheveningen met 10 man en 3-1 achter. Aldogan. De man van de bevliegingen. Maar hij kan het niet alleen. Hulp is ver weg. Rezo Di Hartje met een pegel. En de redding. Op de vuisten van Emmerik. Aldogan weer. En Goeman. Heeft ook een aardig schot. Goeman. En opnieuw van Emmerik. Scheveningen probeert het wel. Maar ze weten dat ze eigenlijk nu al een verloren wedstrijd spelen. Kubekovic. Mooi voorgegeven op Verheid. Verheid. Binnenkantje paal natuurlijk. Als het mee zit in de wedstrijd, dan zit alles mee. De voorzet is fraai en het afmaken trouwens ook. Vanuit een hele moeilijke hoek doet hij dat knap. Thomas Verheid, 1-4. En een afstraffing dreigt. Voor zover het dat nog niet is met 1-4. Verheid, handig. Kubekovic, ja. Hij verdient een doelpunt. Eerlijk is eerlijk. Een prima invalbeurt voor Selmo Kubekovic. 1-5, duimpje omhoog naar de vaste aanhang. De voorbereiding is bijzonder fraai van Verheid. En over deze goal bestaat geen twijfel. Snoeihard, vol overtuiging. 1-5. Scheveningen moeten schade beperkt houden. Misschien nog een goaltje meepikken voor het gevoel. Aldogan. Aldogan, schot gekraakt. Met de moed en wanhoop. De tijd tikt weg. En Scheveningen heeft zich neergelegd bij een dikke nederlaag. Verheid, heeft hij nog wat in petto? Dat heeft hij niet. De wedstrijd eindigt in 1-5. Ja, dat waren de wedstrijden in beeld. 2 nederlagen. Rijnsburg verliest en Scheveningen verliest. Laten we alles nog eens even rustig terugkijken. Het is vandaag een kort lijstje met de wedstrijden die we gezien hebben. Rijnsburg verliest dus op de Middelmos met 0-4 van HAC Hardenberg. En Scheveningen verliest thuis op Houtrust met 5-1 van IJsselmeervogels.
En zo ziet de stand eruit. Voorlopig tot 17 januari als de competitie weer begint. Kozakkenbosch is koploper. Kampioen nog niet, want Spakenburg volgt op 4 punten. Vervolgens Capelle, GVVV, Barendrecht, Rijnsburgse Boys met 23 punten uit 16 duels en IJsselmeervogels. Scheveningen 20 punten, Lisse 19. En dan komen de problemen voor Sparta Nijkerk, Hoek, Ajax, Genemuiden en Excelsior Maassluis. En tot zover deze uitzending van TVS Sport. Maandag zijn we er weer met een sportuitzending. Dan zit de trainer van ADO Den Haag, Henk Vrezer, in de studio. En ook de wethouder van Sport van Den Haag, Rabin Baldeusing. Hij is de gast bij Bart Nolles. Dit was de laatste voetbaluitzending van het jaar 2014. Natuurlijk zien we u graag terug in de tweede helft van het seizoen in 2015. Mooie dagen.